Goedemiddag. Een wat kort referendumjournaal vandaag. Want het programma voor Stadsdeel Zuidoost is heel populair... en zeker het stukje Suriname anders bekeken van Franklin de Maar toch, ook vandaag, hoe staat het met het referendum? Nou, eerst maar een beetje ergernis. Afgelopen vrijdag liet burgemeester en wethouders... een persbericht uitgaan waarboven stond... Referendum Luxala afgewezen. Dat belandde ook min of meer in het parool. Maar dat soort persberichten is ten eerste niet waar en het wekt een totaal verkeerde indruk. Waarom is het niet waar? Want mijn referendum is helemaal nog niet afgewezen. Het enige wat gebeurd is, is dat burgemeester en wethouders, dus het college, een advies heeft gegeven om het vanwege de spoedeisendheid niet referendabel te verklaren. Maar in Amsterdam en in heel Nederland is de gemeenteraad het hoogste orgaan en niet BMW. En er is dus nog geen beslissing genomen. Die wordt pas genomen op woensdagmiddag. Om 1 uur begint de raadszitting. U kunt daar komen. U kunt, wat mij betreft, met spandoeken op, het, op de publieke tribune komen zitten. Want het is dus niet waar. Mijn referendum is zeker niet afgewezen. Dat wordt pas woensdag beslist. Maar de laatste tijd zie je steeds meer van dit soort uitingen. Waarbij de voorlichtingsdienst of BMW. En wie de kwade genius is, weet ik niet. Maar het is wel erg stom. In de titel van zo'n persbericht. de indruk wekken dat dat al beslist is. Maar dat is helemaal niet zo. Wat BMW voorstellen moet eerst bekrachtigd worden. En daar draait dit hele verhaal nu om. Want ik had natuurlijk wel in de gaten. dat het argument van die spoedeisendheid naar voren gehaald zou worden. Ik heb dat ook voorspeld, dat er wel een briefje zou komen van A2000... dat ze nu toch absoluut heel snel die deal willen hebben... anders ging het niet door. Ja, haal je de duvel. Ook A2000 weet dat als nu niet snel getekend wordt... dat de alternatieven zoals Digitenne plus allerlei andere zaken... misschien goedkopere decoders, aan de horizon verschijnen. Over zes maanden is de hele situatie anders. En dat is ook het belangrijkste argument om te zeggen... er is helemaal geen haast met dat contract. Wacht nou maar. De reden waarom wethouder Jikkie van de Giezen dit nog zo heel snel heeft moeten re uh, regelen is onbegrijpelijk. Behalve dat het druk was om CNN terug te halen. Nou, iedereen weet dat dat 725.000 gulden had gekost. Waarom moet dat nu aan iedere burger 3, 4 gulden kosten? Samen 22 tot 25 miljoen. Dat is dus 25, 30 keer te veel. En, en dat geld gaat naar A2000. Een hele domme deal. Dit contract waarbij. A2000 eigenlijk alle troeven in handen krijgt. Dat we het kabel net een paar jaar geleden verkocht hebben, daar was ik het niet mee eens, maar dat is, ja, zwar, dat is dan zo. Maar nu wordt dat eigenlijk nog heel erg aangezet, aangedikt door een heel domme contractwijziging, waar geen reden voor is, waar geen spoedeisendheid voor is. En dat de mensen van de VVD en PvdA nu de godsper hebben om te zeggen dit is spoedeisend, is echt ongelooflijk. Dat de wethouders dat nu zeggen, misschien. Die hebben een deal gemaakt. Maar de raadsleden zouden het toch beter moeten weten. Nou, we hebben met heel veel raadsleden gesproken. En het blijkt dat zeg maar, in de fracties daar toch nog wel heel duidelijke vragen bij leven. We hebben bijvoorbeeld mevrouw Sweet. Dat is het raadslid voor de PvdA uit Zuidoost. En die, ja, die praat altijd heel vriendelijk over de, over de, de, de draagkracht. En de, de, de armen in de samenleving. En de mensen die het moeilijk hebben. Nou, deze deal is heel slecht voor hen. En dat los je niet op met een kijk-subsidie dan weer. Dat je wel gratis in de code krijgt. Dat is een soort regelarij. Waar, waar je. Ja, we gaan toch niet voor dat soort bedragen een organisatie maken. om dan weer subsidies te regelen. Dat is een domme aanpassing. Om de kiezer nog een beetje gunstig te stemmen. Nee, mevrouw Sweet zou gewoon eens een keer rechtop moeten staan. En die rol die ze nu heeft. van wat we dan noemen. Alibi Ali Baby. Alibi Baby. Mensen die in de raad zitten vanwege hun allochtone achtergrond, maar eigenlijk niks te zeggen hebben. Want wat mevrouw Swiet zegt, moet ze steeds weer inslikken, want dan zegt de wethouder van de A: nee, dat is anders. Ze moet luisteren naar wat wethouder van de A zegt. Nou, kijk, als er op die manier allochtone mensen in de raad komen, heeft het helemaal geen zin. Dan kun je ze er net zo goed uitlaten. Dan heb je alleen maar ja-knikkers. Dan heb je alleen maar mensen die mogen zeggen wat van de A en groen wat de witte mensen in het college beslissen. Het is wel heel erg dat mevrouw Swiet in bijna iedere commissievergadering bijna op het punt staat om echt drastische maatregelen te vragen tegen mevrouw Van de Giezen. Dus de wethoudster. En dat al op het laatste moment maar weer inslikt. Want. Oh ja, de fractiediscipline. De kadaverdiscipline noem ik dat. Dat leidt nergens toe. De mensen in de PvdA die daar werkelijk zitten omdat ze betrokken zijn bij wat de minst draagtrachtige in deze samenleving aangaat... die nadenken over democratie. Democratie is niet alleen geld. Democratie is vooral ook dat de mensen invloed hebben. Dat zoiets als een referendum ook mag gebeuren. En als dan blijkt dat BMW vrijdagmiddag... een persbericht uitgeeft waarboven staat... A2000 referendum van Luxala afgewezen... en dat dat ook zodanig nog in de krant komt in het parool... dan denk je, waar zijn ze mee bezig? Is dit mediamanipulatie? Wat is het? Ik zou bijna kunnen schrijven of zeggen, heel dik in beeld nu: Wethouder, de positie van wethouder Groen en wethouder van de Aast, onder zware druk. Kritieke situatie. Dat is niet waar, maar ik kan natuurlijk een prachtig verhaal bedenken dat ze in de komende vergaderingen, dat er veel druk gepraat wordt, dat die positie van de mensen aan de orde is. Dat is niet echt waar, maar ik kan het wel roepen. En dan gaat u het misschien nog geloven ook. En op die manier roepen BMW het referendum van Luxale afgewezen. Nee, dat is niet afgewezen. Er is alleen een preadvies, een mening van BMW... die zeggen, ons lijkt dat dit moet worden afgewezen... want het is een spoeseis in de zaken. We hebben anderhalf jaar gewacht en we hebben eindeloos gezeurd... maar nou moet er snel een contract gemaakt worden. Ja, een dom contract. En als A2000 er zo'n haast mee heeft... bewijst dat dat het een dom contract is. Dat ze het gauw getekend willen hebben. Omdat de alternatieven, de Digitennis, de schotelalternatieven... De Astra-schotels, de decoders, allerlei dingen komen de horizon. En waarom dan nu zo snel tekenen? Wacht maar rustig af, zeg ik. Als het alleen om CNN gaat, is het toch erg onverstandig om dat nog voor 1 september terug te krijgen. En de Algemene Programma Raad is heel druk bezig om ook met de hulp van de rechter. En daar hebben ze uitspraken van, de, van het Commissariaat van de Media over: dat als ze dat goed doen, komt CNN gewoon terug. Zonder dat het u geld kost. Want nu kost het u niet die 725.000 gulden. Nee, het kost alles bij elkaar per jaar 25 miljoen. Dat is een waanzinnig bedrag extra voor A2000, voor niks. Waarom? Omdat u meer keuzevrijheid krijgt. Ja, maar niet de eerste twee jaar en ook niet de paar jaar daarna. Want dan is er maar één pluspakket wat u allemaal moet nemen. En dan is het basispakket plus het pluspakket samen net wat u nu krijgt: die 27 kanalen. U wordt bedot. De politiek geeft u een sigaar uit eigen doos. En van mijn actie, een referendumactie die dus niet is afgewezen. Nee, BMW zegt dat is geen goed idee. Maar de raad moet beslissen en u kunt druk uitoefenen op de raad. Faxen, bel ze, ga er langs. Kom op de raadsvergadering van aanstaande woensdag om één uur in het stadhuis. Kom daar en laat horen en zien dat ook u denkt dat dit een slechte deal is. Op straat, gisteren zondag in het Vondelpark... waren er duizenden mensen. We hebben meer dan 5000 folders uitgedeeld. Er waren duizenden mensen die zeiden... ja, oh ja, A2000, dat gaat te ver. Slechts een enkeling zei... ach, het kan me niet schelen, zo'n paar gulden voor CNN vooruit. Maar die hadden niet nagedacht. Die denken, ach, vier gulden? Ach, laat maar zitten. Nou, de mensen in Amsterdam... die vier gulden per maand niet laten zitten... die 50 gulden per jaar... Niet laten zitten, die over een paar jaar 100 gulden erbij. Die denkt, beste mensen, u betaalt al 200 gulden kijkgeld, omroep bijdragen. U betaalt al 200 gulden aan A2000. Moet daar nog weer 100 gulden bij, u gaat dan 500 gulden betalen. Alles bij elkaar voor uw televisie. Dat is toch wel een erg groot bedrag. Dat is toch wel een erg groot deeltje van het besteedbaar inkomen. Dat drukt zwaar op de laagstbetaalde. En dat los je niet op door... Nog wat te pamperen en wat de codetjes gratis weg te geven. Dat los je alleen op door heel goed na te denken over de toekomst van de lokale media. En dat is niet gebeurd. Die belofte van de politiek aan u dat er een debat zou komen, is niet ingelost. Tenminste, is nu ingelost terwijl het contract er al ligt. U staat buitenspel. En ik probeer, middels dit referenduminitiatief, daar nog wat aan te doen. Ik hoop dat het lukt. Morgen meer.